wapen in de strijd tegen leerlingen die vroegtijdig van school gaan. Minister Bussemaker van Onderwijs die wil met een zogeheten vakdiploma duizenden leerlingen meer laten afstuderen in praktijkgerichte opleidingen. Meer handwerk wil ze dus, minder rekenen, minder taal en zo wellicht dus ook minder uitvallers. Morgen, Esther. Joshua werkt 2 dagen per week in een broodjeszaak. Het is het praktijkgedeelte van zijn opleiding. Oh. Esther, waar kunnen we helpen? Alles even weggelegd? Ja, en dan vooral opwarmen? Ja. Hier ligt zijn toekomst, vindt hij. Niet in de studiebanken. School is ook wel leuk, maar stage vind ik wat prettiger. Dus. Waar heb je moeite mee op school? Met Nederlands. Maar als ze allemaal zo gemotiveerd waren als Joshua, dan was dat het probleem niet. Op het Life College, een school voor VMBO en middelbaar beroepsonderwijs, weten ze wat de echte obstakels zijn. Van problemen thuis tot criminaliteit. Er is zelfs een speciaal kinderdagverblijf voor de tienermoeders. 1 ding ziet de directeur bij alle kwetsbare jongeren. Er zijn altijd leerlingen die afhaken die niet meer komen uit frustratie. En dat is iets wat we een beetje onderschatten bij de overheid en ook wel in het onderwijs. De frustratie die je oploopt als je 15, 16, 17, 18 bent. En je merkt al 10 jaar achter elkaar dat je een aantal dingen niet onder de knie krijgt. Er moeten speciale scholen komen voor leerlingen met een verhoogde kans op schooluitval. Het aantal leerlingen dat uitvalt moet omlaag. Elk jaar vallen er 2000 uit, drop-outs. Hallo, mama. Naomi was zo'n drop-out. Toen ze een kind kreeg, was ook bij haar de verleiding groot om te stoppen met school. Het is deze doelgroep die de minister nu tegemoet wil komen met een diploma nieuwe stijl. We weten dat het gelukkig met de meeste mbo-leerlingen heel goed gaat. Maar er is ook een groep leerlingen, zo'n 30.000, die problemen hebben van huis uit. Bijvoorbeeld omdat ze ouders hebben die niet voor ze zorgen. Die verslaafd zijn geweest, die tienermoeder zijn. Die zoveel meer problemen hebben dat ze het gewone diploma niet kunnen halen. En daar willen we een speciaal vakdiploma voor maken. Goedemiddag. Voor Naomi zou zo'n vakdiploma de uitkomst zijn. Het vak detailhandel zou dan veel zwaarder wegen in haar geval. En taal of rekenen veel minder. Je hebt moeite met rekenen? Ja, daar heb ik nog moeite mee. Ja, dyscalculie doe je het ook wel. Dyscalculie. Hey, Donnie, zou jij even voor mij een bakje mango chutney sambal kunnen afrekenen? Mango chutney, echt? Ja, mango chutney. Ik haal gewoon een diploma voor detailhandel. Ik doe een opleiding in groene detailhandel. En daar haal ik gewoon mijn diploma voor. Dus het is met school en stage. Ik moet ook Nederlands en wiskunde examen gaan doen. Maar mijn stage telt eigenlijk voor het meeste gedeelte wel mee. Dat diploma is waard dat je hebt laten zien dat je een vak beheerst. Dat je misschien niet alle onderdelen, zoals taal en rekenen, waar dan vaak problemen mee zijn. Dat je die misschien niet beheerst. Maar dat je daarmee wel een goede start op de arbeidsmarkt kan maken. Maar dat betekent in feite, in de werkelijkheid, dat je het niveau gaat verlagen. Al jaren proberen onderwijs en politiek het aantal vroegtijdige schoolverlaters omlaag te krijgen. De laatste tijd met succes, al zijn het er jaarlijks nog altijd 30.000. Maar dat probleem, zegt de onderwijshistoricus, moet je anders aanpakken. Je zou veel meer maatschappelijk een appel moeten doen bij de ouders. Ouders, let nou zelf op wat er met je kind kan gaan gebeuren. Accepteer niet dat hij de hele dag thuis op de bank zit. Esther, kan ik wat doen? Ook Joshua heeft dat extra zetje soms nodig. Dat vindt hij zelf ook. Maar of dat nou van thuis moet komen, het is juist zijn stage die hem helpt. Thuis ben ik anders dan op stage en op school. Dat zeg ik wel eerlijk. Maar ja, hoe anders dan? Nou, of minder ijverig? Ja, minder ijverig ben ik gewoon een beetje eigen baas, zeg maar. Eigen baas in huis. Kijk eens, suiker en melk zit er al in. Oh, dat is te lief. Hij krijgt wel straks een vakdiploma, zoals dat gaat heten. Ja? Maakt het voor u nog verschil? Nee, het gaat bij mij meer om de ervaring. Is dat een volwaardig diploma? Ja, het is wat mij betreft een volwaardig diploma. Dat betekent wel dat mocht jij nog verder willen studeren, dan moet je wel laten zien dat je het reguliere diploma haalt. De minister rekent er in haar plannen dan wel op dat bedrijven een handje helpen.
En misschien is het dan wel een kwestie van een paar jaar geduld en worden zij wel waar ze nu van dromen. In het geval van Joshua... Dus op de tijd dat hij omhoog gaat, net naar achteren trekken. Een topkok. Kijk. Nou, ik kan er wat van leren, dankjewel. Kijk, het gaat om timing, daar drijft het om.